Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en Marvin en ik dachten, weet je, we gaan lekker vroeg opstaan en wat gaan we dan doen? Dan gaan we naar het dorp, dan gaan we met z'n tweeën eventjes lekker ontbijten. En Marvin is echt helemaal in de zevende hemel, want ze loopt hier lekker op haar nieuwe Uxies. Kijk er nou eens even lekker lopen. Lekker. Hoe fijn is dat? Wil je het voelen van binnen? Ja, wel helemaal zo met je vinger erin, verder. Oh ja, dat is wel lekker. Ja, het voelt hetzelfde als hoe dit voelt, zeg maar. Ja. Lekker hoor. Ik ben blij voor je. Deze moet je wel even omdraaien. Ja, dat is niet die van mij. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, lekker zeg. Nou, zo zitten we even lekker koffietje te drinken. En we zitten even wat dingetjes te bespreken en door te nemen. Een van die dingen is even een beetje de planning voor de nieuwe woning. Want er wordt vandaag weer gewerkt bij de nieuwe woning. En dit is echt de dag waar serieus Marvin zo enorm naartoe heeft geleefd. Dat is echt niet normaal. Ja. Begrijpelijk ook. Het is namelijk de keukenleveringdag. Juist, de keukenleveringdag. Dus dat betekent niet dat vandaag al meteen de keuken erin zit. Vandaag wordt de keuken bezorgd. En morgen tussen 7 en 7:30 ochtends beginnen ze al met monteren. Dus dat proces de komende dagen gaan wij zoveel mogelijk laten zien waar mogelijk is. Want ja, de keuken is echt een mooi groot onderdeel van ons woonkamer eigenlijk, van ons nieuwe huis. Ja. En ja, daar zijn we allebei super enthousiast over en we hebben echt een prachtige keuken uitgekozen. Dus dat is echt super gaaf en Marvin die heeft al helemaal in haar hoofd van dan ga ik allemaal mooie bakvideo's, kookvideo's. En ik denk dat het echt een super gave keuken wordt. Ja, dat wordt echt mijn plekje hoor. Ja, 100%. Dus dat is sowieso super gaaf. Dus later vandaag gaan we sowieso eventjes een kijkje nemen bij de woning. En dan gaan we de keuken eventjes filmen van wat er nu staat. Ik ben benieuwd of we daar al wat van kunnen zien, denk ik wel. Ik denk het ook wel. En straks gaat Myron naar een woonboulevard. En daar ga jij allemaal accessoires voor de nieuwe woning bekijken. Ja, bekijken en bestellen misschien. Ja, ja en daar is dan ook een expert. En die gaat jou meenemen en jou eventueel tips geven. Ja. Dus wellicht kan je daarvoor al wat dingen filmen straks voor me. Ja, sowieso. Dat is leuk. Want ik ga straks met Milan weer eventjes een opname doen. Milan en ik die gaan echt iets geniaals filmen. Dus als je dat wil zien, blijf vooral de vlog kijken. Dus dan krijgen we nog de woonaccessoires. Dan krijgen we de keuken. En ik en Milan is weer gezellige familie Knol vibes. Gebroeders Knol vibes, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Maar wat we nu eventjes gaan doen, is iets uitzoeken voor de logeerkamer. Het is namelijk zo dat we daar een bed voor nodig hebben. Dus dan gaan we even naar internet. Dan gaan we naar Emma. /sleep.nl. Dit is een betaalde samenwerking met Emma Sleep. Deze hele maand, en daar gaan we sowieso dan eventjes gebruik van maken, is er tot 50% korting. En als je mijn kortingscode gebruikt, dan krijg je nog 10% korting erbovenop. Stel voor, je vindt uiteindelijk iets. We gaan eventjes naar een tabblad hier en dan gaan we naar bedden. Sowieso een bed uitzoeken. Dan stel voor, je vindt iets waar geen korting op is. Dan kan je alsnog mijn kortingscode gebruiken voor 10% korting. Dat is toppie, hè? Maar goed, het is wel even belangrijk dat we niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan anderen. Dus ja, je ziet hier een paar bedden. Stel voor Benny blijft slapen. Stel voor Jongetje blijft slapen. Ja. Stel voor, dit is ook een goeie, Lars blijft slapen, bijna 2 meter. Zo. Dan hebben we wel een bed nodig die toegankelijk is voor hem. Zeker. Nou, wat ik dus denk, we kunnen niet zo'n achterwand hebben. Want er zit een schuine muur. Dus we kunnen niet zo'n bord achter het bed hebben. Want nee. Die gaat, dat gaat gewoon ja, niet. Daar bedoel je deze mee. Hier, het originele Emma-bed. Ja. Zo'n achterschot, dat zeg maar. Dat lukt niet, want het is een schuine wand. Ja, dus dat gaat niet. Ziet er wel mooi uit. Hij is wel mooi, ja. Ik vind die kleur ook mooi. Ja. Zou wel bij ons passen. Zeker weten. En volgens mij kunnen we 1,60 of 1,80 breed. Dus dat scheelt, dat is echt wel nog groot. 1,60. Wat een foto's ook dit, hé. Ja. Keurig. Ja, die gaan we straks bij ons ook maken als het af is. Ja, 100%. Kijk, je hebt hier ook gewoon, we kunnen ook gewoon dit op de grond leggen. We zeggen succes. Gewoon alleen de latte bodem. Ik bedoel, hè? Slaap lekker. Dan zeggen we van, ja, je mag samen met Emma slapen. Ja, nou, dat is best leuk. Samen met Emma slapen? Ja, 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 gaan we naar boven. Kijk, Emma. Emma ligt er al. Wat is het verschil tussen een bokspring en een bed? Zal ik even zoeken? Ah, dat is leuk. Dat staat gewoon op Emma ook. Wow! Ik google het en ik kom serieus weer terecht bij Emma. Kiezen voor een bokspring of een gewoon bed. Is je oude bed aan vervanging toe? Ga je samen wonen?
Of wil je je slaapkamer een make-over geven? En twijfel je nog tussen het kopen van een boxspring of een normaal bed? In dit artikel leggen we het uit. Voordelen van een boxspring. Zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het lichaamsgewicht. Dat is wel handig. Stel voor je voeten wegen 30 kilo en je hoofd 30, maar je middenromp 20. Ja, middenromp. Ja, je romp. Dat is in het midden, toch? Ja. Ja, dan heb je goede verdeling, hè? Ja, op matras. Het creëert hoog lichtcomfort. Is duurzaam en heeft een luxe uitstraling. Nou, daar ben ik het mee eens sowieso. Heeft een uitstekende vochtregulatie en ventilatie. Heeft een minimale kans op beschadigingen. Oké, interessant. Klinkt wel goed, ja. En dan nu voordelen van een normaal bed. Daar ben ik ook benieuwd naar. Is een relatief goedkope oplossing voor de goede nachtrust. Zorg dat het matras goed op zijn plek blijft liggen dankzij het stevige bedframe. Ventileer door de bodem. Schoonmaken is eenvoudig door de houten, kunststof en stalen frames. Klopt, het is heel simpel. Matras eraf ja, en klaar. En bed opmaken is ook makkelijker. Heel makkelijk. Zorg alsof jij dat doet. Ik heb ook gewoon alleen gewoond. Ik heb ook gewoon wasjes gedraaid en shit. Zorg minder snel voor stof en huismeidstof. Ideaal als je allergisch bent voor huismeid. Dat is Milan. Huisstofmeid. Oh, huisstofmeid. Stofmeidhuis. Eén van die drie woorden, hè, samengevoegd. Huisstofmeid. Ja, ik zei het wel. Weet je wat het is? Ja, dat is stof. Nee, het zijn allemaal kleine beestjes. Oh, nee toch? Ja, ik zoek maar eens op. Nee, maar dat ken ik niet. Huisstofmeid, zoek maar eens op. Ik dacht dat het gewoon stof was. Oké, ik ga echt helemaal stuk. Als jij gelijk hebt. Nee, als we weer op de website van Emma komen. Wat is huisstofmeid? Wat is huisstofmeid? Meid. Zie? Nee, dat wil ik helemaal niet zien. Maar ik ben wel benieuwd hoe die boxsprings eruit zien dan. Laten we daar even naar kijken. Boxspring. Of daar een mooie tussen zit. Boxspring. De Emma One boxspring. Ja, boxspring kijk. Deluxe. En ja, die hebben allemaal zo'n achterschot. Ja, dat kan dus niet. Deze heeft een medaille. Beste uit de test. Zo, maar die ziet ook mooi uit. Die is clean hoor. Ja. Heel clean. Nee, maar ik denk dat we onze keuze al gemaakt hebben. Die metalen vind ik mooi. Ja, denk ik ook eerlijk gezegd. En het past ook super goed bij de inrichting. Want we hebben straks die gietvloer en dan... Dat zwarte metaal daarop. Ja, deze is clean. Kijk hem nou liggen dan. En dan kan je ook weer dingen onderzetten. Gewoon die bakken en zo daaronder. Ja, je kan er wel dingen onderin kwijt. Maar dan heb je niet geen goede ventilatie meer van onder. Kijk, daar moeten we rekening mee. Maar daarom is het handig dat we die vergelijking hebben opgezocht. Ja. Laten we ook even recensie kijken. Levering zoals beloofd. Zo. Bed stond snel in elkaar. Alles was aanwezig en matras slaapt prima. Zeker een aanrader. Top, ja. Het bed ligt fantastisch tot nu toe en hoop dat dat zo blijft. Het is wel zo dat je je matras één keer in de 10 jaar of zo moet vervangen, toch? Dus ik denk na 10 jaar... Door de huisstofmeid. Ja. Modern minimalisme. Dat vind ik zo'n fijne combinatie. En wat wil ik uitstralen met het huis, met inrichting? Modern minimalisme. Minimalistisch. 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 Diamond? Ja, hier 2 diamond kussens. Hebben we meteen 2. Ik denk deze. €158. Ja, doe maar in het winkelmandje. En dan met die korting 2, erbij. Huppakee. En dan nu, matras dus. Kijk dan al die lagen. Ze hebben ze wel echt leuk gedaan. Sikke foto's. Ik zou heel eerlijk zeggen, ik ga altijd eigenlijk... ik word toch beïnvloed door de bestsellers en de top reviews. Ja, hè? Ja, dus als je bovenaan kijkt, dan zie je hier... Oh, wat is dit voor medaille? Hier Emma Hybrid. Oh, een gouden plakkaat. En dan denk ik al, ik ga goud slapen. Bestseller, best uit de test. Ja, dat vind ik toch wel aantrekkelijk. Ja, doe maar de bestseller. Die is top. Shop nu. En dan 61 bij 2 moeten we bestellen. Dus dan hebben we nu bij elkaar naar je winkelwagen. We hebben wel veel korting gepakt hoor. Zo. Even kijken, 2 keer diamond kussen, de metalen bed en matras. In totaal bijna €1200 voor alles compleet. Alles compleet. Kortingscode, die moet je dan natuurlijk even invullen. Ja, en dat is Enzo 10. Enzo 10, dames. Vul maar even in. 10% korting. Enzo 10. Er gaat gewoon weer wat vanaf, hè? Meer dan €100. Doe maar in de buurt. In mijn buurt. Nee, maar dit is wel echt fijn. Dit is heel nice. Even serieus, zonder grappen en grollen. We gaan vanavond weer even lekker in bedje knollen. En lekker dollen. Precies. Nee, maar even serieus, dit is nice. Ik heb vaker in bed geslapen van Emma. Zo, je hebt vaker met Emma in bed geslapen? Ja, die kwam er even verkeerd uit. Nee, Emma en ik gaan goed gepaard samen. Super. Super. Mag ik Emma ook ontmoeten? Zeker. Leuk naam eigenlijk. Ja, nee. Emma. Top. Ik heb vroeger verkeering gehad met Emma. Ja?
Wil je dat weten? Heb je echt verkering gehad met een Emma? Ja, serieus. Echt? Ja, maar dat was vroeger op de basisschool. Wow. Dames en heren, shout-out naar Emma. Thanks voor de samenwerking. Heel erg blij met alles wat we hebben uitgekozen. Yes. Dus dat gaan we dan bestellen. Dat komt binnen. En als het dan binnenkomt, dan gaan we dat natuurlijk op de zolder. Als de zolder er klaar voor is, hè, dan moeten we vragen, lieve zolder, ben je er klaar voor? En dan zegt de zolder ja of nee en dan kunnen we alles installeren. En dat gaan we natuurlijk ook filmen. Als die binnenkomt, dan zetten we hem even in elkaar, dit mooie metalen zeker. Bed. Zeker, en dan gaan we even de beddentest doen. Hè. De legendarische Enzo Knol beddentest. Ja. Beddentest. Zo, ik ben geen beddentest, beddentest. Bellenblazen in bed misschien. Dat met Emma en Marlon. Dat wordt een leuk titel hoor. Wat gebeurt hier allemaal? Ik weet het ook niet. Ik denk dat we helemaal niet nog een koffietje nodig hebben, want we zijn al druk zat. Ja. En wel een kus. Ontbijtje. Een kus. Me. Kussens. Kus. Ja, sluit me af. Kus. Kus. Hoppakee. Zo. Kijk eens aan, dames en heren. Nee, ja, ik wilde zo graag niezen, maar ging niet. De reden dat ik dit film is omdat ik laatst op het nieuws zag dat er nog steeds echt heel erg veel ongeluk gebeuren bij dit soort spooroverwegen. Omdat vaak mensen nog eventjes er tussendoor glippen. En dat zag ik nu ook voor mij weer gebeuren. Dat er een auto even snel er doorheen glipt. Ja, toch maar even om een waarschuwing te geven. Is niet verstandig. Het is gevaarlijk. Er gebeuren te veel ongelukken. Dus even een heads up. Van pas op, als het licht gaat knipperen, niet even snel tussendoor glippen, gewoon even stoppen. Gewoon even wachten. Dat is de boodschap die ik even meegeef. Oké, ander beeld en ander geluid, want dit is namelijk mijn camera, niet die van Enzo. Dat gaan jullie wel merken in kwaliteit waarschijnlijk, maar nu weten jullie het. Dus altijd als er een beeld van mij is, vanuit hier, dan is het een andere camera en ander geluid. Ik zit inmiddels in een camper. Ik heb het serieus gemist om in een camper te zitten. En ik ben hier met Siona. Ben je al een keer eerder in een vlog geweest? Nee. Klopt. Siona was wel bij de Enzo Olympics. Ze hielp daar mee, dat was echt top. En Siona en ik kennen elkaar eigenlijk via Instagram. En zo zijn we in contact gekomen. En Siona die zit volledig in de interieur dingetjes. Dus ik zei al van als ik iets ga beslissen qua interieur, dan moet je met mij mee. Dus wij zijn nu samen hier bij Zitmax. Dat hebben jullie ook al een keer eerder gezien. Want we hebben hier namelijk onze bank vandaan. Ons bed en de eetkamerstoelen. Die straks bij de nieuwe woning geleverd gaan worden. Zo, er is bijna geen plek hier. Maar dit is echt tof. Want Siona heeft met haar vriend dus deze camperbus dus helemaal zelf gemaakt. Ja. En dit is echt mijn droom, zo'n camperbusje. Dus ik vind dit echt tof. En we zijn dus nu bij Zitmax. En we gaan interieur dingetjes uitzoeken. Dus eigenlijk accessoires. Want de grote dingen hebben we al uitgezocht. De mensen hebben Enzo en ik al uitgezocht. Maar de kleine dingetjes, die moeten we dus nu eigenlijk gaan bestellen. Of gaan vertellen wat we mooi vinden, leuk vinden. Dus we nemen jullie mee. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb wel een moodboard gemaakt. Ook op Pinterest. Met minimalistische accessoires die ik mooi vind. Tof. Dus die gaan we denk ik eventjes meenemen. En voor jullie ook wel leuk. Via Instagram kan je dat denk ik wel vinden. Via KP Active. Ik deel mijn moodboards ook. Dus dan kan je kijken een beetje wat de bedoeling gaat worden bij de nieuwe woning. Oké, wat we hier dus doen is een beetje inspiratie opdoen qua accessoires. Deze spiegel vind ik super mooi. Ja, deze hebben we letterlijk in de slaapkamer ook hangen. Maar ja, vind ik gewoon mooi. En deze vase vind ik ook heel mooi. En ik zei net tegen Fiona. Ik ben Fiona. Wow, Siona. Ik ken een Fiona en een Siona. Ja, dat is wel warm, hè? Maar ik haat goud. Ik vind goud gewoon niet mooi. Tenminste, bij andere mensen wel, maar niet bij mij. Dus ik zou nooit... deze vazen zijn nog niet echt goud. Maar die zijn echt mooi. Ja, die vind ik wel bij ons passen. Maar dit, wat je hier in deze kast ziet, dit zou ik dus nooit doen. Ook al als dit bij Samantha en Shahid thuis zou staan, zou ik het echt super mooi vinden. Maar nee, niet bij ons. Maar dit, die schilderijen, deze, die vind ik dan wel weer echt heel mooi. Dit past ook wel een beetje bij het steltje. Ja, oké, dit vind ik dus ook heel mooi. Het gaat vooral om die steen. Ik weet niet, ik vind het gewoon leuk om zo neer te zetten. En deze is ook echt heel mooi. Wow, hij is ook zwaar. Ja. Want hier kan je zo'n, jij zijn het dinerkaarsen. Ja, die kan je daarin doen. Ja, heet dat zo? Dinerkaarsen? Ja, die lange kaarsen. Wow. Ja. Ja, dit is echt mooi. Die kleur is ook heel mooi. Ja, we vinden hier wel iets hoor. Je hebt dus ook dinerkaarsen die werken op een batterijtje. En dan kan je dus altijd je kaarsen aanlaten zonder dat je dan bang moet zijn dat er, als je wegloopt, is zodat er brand komt. Maar dat is geen echt vuur dan? Nee. Nee. Maar die branden dus op een bepaalde manier dat het bijna echt lijkt. Echt? Dat vind ik het wel mooi, want je hebt ook van die, ja,
action kaarsjes. Ja, nee. Dat ziet er echt heel nep uit. Deze zijn echt tof. Oh. Daar betaal je ook echt wel voor, maar het is echt heel mooi. Ja, maar ja, als je 100 keer nieuwe kaars koopt dan... Dat is hetzelfde geld. Ja. Dit is eenmalig investeren. Ja, beter. Ja. Nou, echt nice. Kijk. Huh? Je komt gewoon rook vanaf. Hoe dan? Huh? Dit is nep. Hoe kan dat? Ja, daar moet je vloeistof in doen dan, denk ik. Dat is bizar. Wow, het ziet er wel fijn uit. Alleen dat hout ziet er heel nep ja, uit. Maar... Ja, heel erg nep. Maar ik vind het idee wel... Dat vuur is wel grappig. Dat rook, ja. Ja, ja we hebben geen open haard straks. Nee, vind je dat mooi of niet? Een open haard? Ja. Ik vind het vooral heel... gezellig. Knus, ja. Dat vind ik dus ook. Wij twijfelden ook heel lang hoor. Volgens mij zit er wel een aansluiting bij ons, dus het zou eventueel nog wel kunnen. Dat zou een optie zijn. Ja. Ja, ik vind, ja, voor de sfeer en dat vind ik altijd fijn. Ja. Ja, dat is wel echt zo. Ja, maar ik vind buiten zo'n vuurplek vind ik ook heel mooi. Ik denk dat ik dat liever heb dan binnen. Ja, en het is natuurlijk, jullie hebben straks alles ook heel licht. Dus als je een echte open haard zou hebben, dan kan het ook zijn dat het gaat verkleuren. Zeg ja, maar, in inderdaad. Door die rook en oh, zo. Ja. Ja. Dat is wel zo. Ik zie hier ook een hele mooie trouwens. Deze. Ja, die is heel gaaf. Die vind ik echt mooi. Hij is ook niet zo zwaar. Ja joh, dit soort dingen zijn zo soort van simpel, maar het kan echt mooi zijn in je woning. Dit is wel echt cool. Oké, dit is heel donker, dit hoekje. Maar dit is een beetje het idee hoe het zou moeten bij ons in de woning. Met wat van die stenen, kaarsjes, vazen. Oké, wij hebben even iets heel ergs gedaan. Sean heeft hier ook gewoon nog iets in de hand. Wij hebben deze kast even opnieuw ingericht. Met dingen die wij mooi vinden. Ja, die achter het behang is dan iets minder mooi. Maar je moet echt even naar de kast kijken. Met al deze dingen. Ja, dit vind ik echt mooi. Vooral deze, die stenen. Oh. Perfect. Ja, als we het zo kunnen inrichten, een kast, dan ben ik helemaal... blij. Ja, en vaak hou je er ook wel iets meer ruimte tussen bepaalde dingen. Nu ja, nu is het wel helemaal vol. Dat is wel zo, ja. Dingen die je mooi vindt. Ja, dit vind ik allemaal mooi. Ja. En als je dan een witte achtergrond hebt, is het natuurlijk ook anders. Nu lijkt het heel druk, maar als gewoon alles wit is op de achtergrond en goed belicht, want het is ook best wel donker hier. Ik denk dat het wel mooi is, hoor. Kijk even deze bank. Dit is gewoon een teddybeer. Zo zacht. Zo, die kleuren zijn zo fijn hier. Al dat crème. Kijk voor je. Oh, dit is zo fijn. Bij ons wordt het wel iets witter, want de muren houden wij gewoon wit. Maar ik vind dit soort accessoires vind ik echt heel mooi. Als je hier zit, dan word je gewoon rustig in je hoofd. En Siona is daar de boel weer aan het verbouwen. Ja, deze schilderij vind ik ook echt heel mooi. Maar Siona zegt dat we dit zelf kunnen maken. Dus dit gaan we binnenkort doen. Maar ja. Even een kleine background story. Siona werkt dus voor IKEA. En daar richt zij die hokjes ook in. Dus jij hebt er verstand van. Ja, dat hoop ik. Ja. Kijk hoe fijn dit is. Ja, dit is eigenlijk kunnen we wel glas. Een glazen vaas. Oh ja. Glazen vaas. Glazen vaas. Is die er niet hier? Nee, maar dat... Kijk dit ook. Jij hebt dat ook gewoon allemaal in je hand. Nee, maar dit is echt een fijne achtergrond. Als jij daar zo staat, jouw jas is bijna hetzelfde als die muur. Als helemaal in deze vibe. Zo. Ja. Nee, maar dit vind ik echt mooi. Dit is echt perfect. En ik vind dat hout ook wel mooi erbij, hoor. Ja, dat is zo'n baklijst. Daar zit hij in. Ja. Kan je gewoon bestellen. Ja, dit is echt perfect. Oké, volgens mij zijn we helemaal geslaagd. Ja. Mensen, we hebben van heel veel dingen foto's gemaakt. En we hebben net het idee een beetje uitgelegd. En ze hebben volgens mij ook helemaal in hun hoofd hoe het eruit moet gaan zien. Ja, en dan gaan ze het dus nu bestellen. En dan als de woning zo klaar is dat de inrichting gedaan kan worden. Dankjewel. Dan... komen ze met alle spullen en dan is alles in één keer soort van ingericht. Dus dat is wel echt fijn. Ik ben nu benieuwd. Ik ga nu thuis nog even, niet vandaag denk ik, maar een moodboard maken met alle foto's die ik gemaakt heb. Zodat het echt een duidelijk beeld wordt. Maar het wordt al wel. Ja, het wordt super goed. Het wordt echt fijn. Oké, we zijn weer terug bij Enzo. Dus het avontuur zit erop. Ja. Ik vond het wel echt super gezellig. En we hebben echt veel gedaan en veel uitgezocht. Ja, klopt. Ik ben echt zo benieuwd hoe het straks allemaal gaat zijn dat het geleverd wordt. Ja, ik ook. Echt heel erg benieuwd. Maar goed, jullie gaan Siona sowieso vaker zien. Omdat ze sowieso gaat helpen met het inrichten natuurlijk. Ja. En misschien ook andere leuke dingen. Geen idee. Wie weet. Misschien wel een camper. Misschien wel. Ja, je weet het niet. Op
dit moment hebben we hier de helft van de pakketjes van de eBay pallet neergelegd. Waar is de andere helft? Nou, de andere helft hebben we opengemaakt bij Milan in zijn video. Die komt volgende week online. Rutger is er ook bij. Stef, die is hard aan het werk. Dus vandaag heeft geen taxateur, maar hij doet andere dingen. En Maiwen is ondertussen even naar de woonboulevard gegaan met een vriendin om daar wat items te bekijken. En alvast een beetje de smaak en zo en de inrichting. Waar ik natuurlijk al heel veel dingen van heb gezien, maar uiteindelijk gaat Maiwen daarheen. Kan ik hier mijn ding doen? Wat gaat er gebeuren met de eBay pakketjes? Nou, deze gaan nu opengemaakt worden in deze vlog. Maar ik heb afgesproken met Rutger, omdat we ook wel eens in de comments zagen van hey Enzo, kan je er geen aparte eBay video van maken los van de vlog? Dus toen dachten we, laten we dat maar gewoon doen in de toekomst. Dus we hebben nog een paar prachtige pallets staan hier in het magazijn. En die komen dus in de toekomst online op een ander tijdstip dan de vlog. Dus de vlog natuurlijk zoals altijd 4 uur. En de extra video's, zoals dus ook zo'n eBay pallet, komt dan om 5 uur online. Dus dan weten jullie dat. En dit is dus de laatste keer dat de pakketjes worden opengemaakt in de vlog. En dat is dus de helft van een pallet. We hebben natuurlijk weer geen idee wat erin zit. Misschien komen we wel even Pokémon kaarten tegen. Wie weet. We gaan het zien. Ik heb er in ieder geval wel weer heel erg veel zin in. Hoe laat je mij misschien? Maar als wij dan gewoon zo aan het praten zijn, dan valt het niet op dat hij daar zit. Ja, dus, precies. Ja. Ik liep zeg maar dus over het strand. Achterstevoren liep je. Over het strand. Zag je ook dat ene meisje wat toen? Marren! Hoi. Oké, okay, dat viel mee, dat viel mee. Is alles gelukt? Ja, zeker. Let's go! Ja, hier ook al nog niet. Ik zie nog heel veel. We moeten nog beginnen. Niet. Ja. We hebben niks gedaan. Maar zo gezellig. Ja, we hebben voor Milan opgenomen. Oh, ja, we hebben deze keer geen taxateur. Dus we pakken gewoon pakketje voor pakketje. Alle drie tegelijk. En we gaan gewoon elke keer laten zien als we wat vets hebben. Ja. Dus ik pak dit pakketje, best wel zwaar. Deze. En we gaan zien wat erin zit. Wauw. Ja, dat is wel jouw gebruikelijke ding, hè. Gewoon hard schreeuwen. Gewoon hard wauw zeggen. Okay. Oh, wauw. Oh, ruik dan. Oh, dat vind ik zo lekker. Ja, hè? Ja. Wauw. Wat ruikt er nou dan? Ja, dit is, ruikt naar leger. Ja, fabriekachtig. Oh ja. Oeh, dat vind ik niet lekker hoor. Dit is wel lekker. Oeh, zo. Oeh, hij komt er bijna uit. Wat is dit, denk je? Ik weet het niet. Het lijkt op een kookpitje. Jij weet meestal wel wat dit soort dingen zijn. Er wordt hier nog wat bij. Nou, dan weet ik het hoor. Ja, kan toch? Nee, ik weet niet wat het is, man. Nou, ik hoor niet. Ik heb in ieder geval iets van een Porsche Cayenne. Een soort computerachtig ding. Vet, man. Ja. Ik heb ook wel een Porsche Cayenne. Zo? Da? Ik weet niet wat het is. We hebben alle drie ook gewoon echt een random auto onderdeel ofzo. Ja. Of iets van iets mechanisch. Dit was de door module. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we hopen dat het wel even wat beter wordt dan dit. Een slecht begin, maar een goed einde. Laten we het hopen. Kijk! Ja hoor! Revo! Wow! Zo hé! Wauw! Blitz hoor! Oh my god, wat een bril. Het kan best wel zo'n, hoe noem je zo'n bril? Een Revo-bril. Wow, wat is het mooi. Wow. Yo, hij kijkt heel fijn. Ik heb de lifeguard floating ding. Oh, nice. Met tas. Met zo'n broek erbij. Nee, het is een tas. Oh, Baywatch. Oh, is een broek. Ja, dat is een zwembroek. Dat is van Baywatch. Ja. Dan ren je zo uit het water met dus zo'n ding. Kijk nou. Zo, die dat is wel sick. Ik ga die aandoen deze zomer. Deze is wel dik hoor. Ja. Lifeguard gewoon. Dat is wel bijzonder als je dit draagt op vakantie naast het zwembad. Iedereen komt naar je toe en jij zo, yeah, it's my life. Ja, wel vet hoor. Heel dik. Wat een gaaf item. Zo, hey. Dit is gewoon, deze bril is $180. Nee. Ik zweer het je. Ja, dit is. Polarized. Ja, polarized. Dat bedoelde ik. Dat woord zocht ik. Dit is een polarized bril. Zo. Ik heb iets heel vets. Ja? Ja. Let op. Milan, kijk. Wow. Dit is vet. Echt dik. Dit is heel cool. Dit moet je even uitpakken, man. Dit is volgens mij, is er zo'n is dit een aapje? Ja. Ja, die is naar de maan gestuurd, toch? Ja, klopt. Ja. Door Amerika. Serieus? Door Amerika. En die zat dan in zo'n pak. Kijk hoe vet. Maar wat was het eerste dier wat naar de maan ging? Ja, volgens mij een hond. Ja, de hond. Ja, de hond. Ik weet het, die heet Gypsy. Nee. Laika? Ja, Laika. Ja. Welk land? Welk land? Uit de Argentinië. Niet Argentinië? Rusland. Oh, Rusland. Ja. Ja, maar dat is ook wel heel moeilijk hoor. Dat wist ik ook niet. Zo, maar dit is wel gaaf. Deze echt vet. Ja, deze moet je hier gewoon in de studio zetten. Ja, misschien wil ik deze wel thuis zetten. Dat weet mijn vriendin nog niet. Bij deze? Ik heb gewoon neer. Kijk eens het ziet. Heel vet. Wow, dit zijn echt van die unieke gave items. Ja, die vind ik ook heel dit bedoelen heel. We. Ja. Dit is tot nu toe het vetste item. Mag ik die kopen? Niet van alle eBay vlogs, maar dit is het vetste item van deze video. Mag ik die kopen?
Moeie brut geweest. 5 euro. 10, 100. Nee, ik vind het hetzelfde vet. Zo, kijk eens even. Mooi bloesie. Ja, mooi bloesie. Mooi bloesie. Mooi bloesie. Punt. Oh, het zijn weer auto-onderdelen. Ja bro, ik heb ook schroefjes. Ja, laat me zitten. Oh, we hebben misschien een zeldzame munt. Kijk dan, achterop. Kijk hè. Ja. Dat zou best wel kunnen, ja. Wow, dat is een hele oude denk ik. Hele oude munt. Heel vet. Wat staat erop? Een olifant. Caesar? Serieus? Ja, maar kijk dan. Ja, ik heb mijn leesbril niet bij me, man. Okay, bro, kijk. Ja. Nee, ik kan het ook niet goed meer zien. Nee, bro, echt serieus. Er staat inderdaad Caesar met een olifantje. Ja. Dat betekent jackpot. Dat betekent dat wij nog wel goed kunnen lezen. Ja. Jij niet. Ja, ik weet niet wat... Ik weet het ook niet. Zo, hij ruikt heel wat, oud. Wat zat erbij? Zo. Ja. Dat is wel heel oud, ja. Wie ruikt dan? Oh, het zit erin. Oh, het zit erin. Hoppa. Wow. Oeh. Forgotten Gyali. Oh, wat is dit, joh? Oh, dit zijn gewoon horrorfilms. Kijk dan. Gil in Room 2A. Zo. Ja, maar hé, dat verkoopt goed. Dan moeten we nu te koop zetten, dit. Ja, bijna Halloween, hè? Ja, volume 2 is het wel. Dus volume 1 moet je ergens anders kopen. Ja, dat denk ik dan maar. Want... Ja, maar dan begin je halverwege het seizoen. Ja, maar die hebben we toch niet. Dus ja. Oké, ik heb een powerbank. Zo! Maar wel echt een hele dikke. Gast! Dik, hè? 26.800. Zo. Dat is echt een ziek powerbank. Kan je bijna gewoon je elektrische auto moet opladen. Ik denk dat je gewoon met Tesla wel 5 kilometer kan rijden. Ja, die kleine pakketjes die zijn wel echt interessant, hoor. Hier, kijk, dit bedoel ik. Zo leuk! Zo leuk. Dit is ook echt iets voor Milan, man. Ja, Milan is eigenlijk... Milan is ook een soort van taxateur. Milan vindt het superleuk om dat soort dingen uit te zoeken allemaal. Ja. Nee, is toch? Ja, ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel leuk. Ik vind het wel geinig om inderdaad altijd erachter te komen wat het dan is, waar het vandaan komt, et cetera, et cetera. Ik heb een boek voor jou. How to have a lifestyle. Nou. Ja. Vind je dagelijks vloggen niet goed bij me passen? Ja. Er staat nog iets in. Ja, ja, een boek, hè, staat meestal wat in. Heb ik gevonden? Zie Romeins geld. Dat is Romeins geld. Caesar. Ja. Daar staat Caesar op. Archeologie en educatie. Kijk, dit shirt hoort bij Romeinse tijd. Wat dan? Ja, dit shirt hoort bij Romeinse tijd. Dit shirt hoort daar ook bij, hoor. Ik zei dat dit bij de Romeinse tijd hoorde voordat ik het zag wat het was. Kijk. Zie je, stel je voor, Caesar komt aan met een vrachtwagen. Mop me af. Duikt de kroeg in. Ja, mooi man. Ja. Zo, bro, dat is wel gaaf, dit. Man. Sowieso antiek. Sowieso antiek. Ik vraag me echt af waar dit ingezeten heeft. Of is dit gewoon een wekker? Ja. Wow, dat is ook wel gaaf. Ja, inderdaad, tuurlijk. Je ziet hier op twee pootjes. Nu ik hier nou zo naar kijk, volgens mij had mijn opa dit op zijn nachtkastje staan. Meen je? Hij heeft hem verkocht hier weer. Ja. Hij is heel lang geleden overleden. Oh, sorry. Dus zijn wekker gaat nooit meer. Toen dacht mijn oma, nou, dan zet ik hem maar op eBay. Ja. Je weet me nooit. Nee, maar wel vet. Ja, het is wel een gaaf item. Ja, ik heb hier een heel oud boek. Ik heb over luizen. Dit? Ja, de identificatie van de luis. Echt? Het gaat over luizen. Meen je? Ja, lees is luis. Wow, maar dit is de identificatie van lees. Ja, maar dit is van de manier van hoe ze het maken, hè? Het is oh, dat zijn die gordijntjes! Ja, dat noemen ze blijkbaar ook lees, wist ik niet. Ja, die is op zo'n kleedje, zo'n oma's kleedje. Ja. Die is heel duur nu, hè? Luis is toch lees? Dat is antiek. Hey, die munt, ik kan niet zien hoeveel waarde die is, maar deze munt is ter ere van Caesar zijn eerste overwinning, is die gedrukt. Ja, dat kan niet anders dan dat het toch heel veel geld waard is. Het moet wel iets waard zijn, inderdaad. Oh my god. Dit was ter ere van Caesar's overwinning. Dan hebben ze die munt... Munt, wat doe je? Hij is nu weg. Wow, wat doe je? Hij is nu weg. Hij was bijna verdwaald tussen de pakketjes. Ja, klopt. Wow. Dat is een olifant die een slang vertrapt. Ja, dat zie je. Ja. Ja. Ik zie dat nu ook. Ja, die olifant zie je wel. Hij zegt dat ik je dacht ziet. Dat een eekhoorn was. Nee. Maar hoeveel het waard? Het is van de Romeinse tijd 50 voor tot 500 na Christus. Ja, dat moet toch een fortuin waard zijn. Ik heb hier echt een heel goed gevoel bij. Ik ook. Bewaar jij hem goed? Ja, ik kan nog wel iets meer gaan zoeken, maar kijk. Ja. Ik zag één woordje. Oh my god. Oh. Nice. Oh. Ja. Ja. Dus wat je ook nu in gedachten hebt. Dit vind je wel even wat interessant, hè? Ja, laat dit maar even liggen. Dit gaan we heel eventjes bekijken. Dat is super smoothie. Oh! Een zaklamp! Een zaklamp!
We hebben gewoon een zaklamp. Hoe sick is dit? Myron, kom eens kijken. Ik kan Myron in het donker gebruiken. Echt sick. Myron. Oh, yo, dit is echt sick. Daarmee zie je alles in het donker. Ja, kom eens erbij. Check hoe vet dit is. Zonder handen kun je het gebruiken ook. Kijk, let op. Die haal maar zo op. Check deze zaklamp. Wow, yo. Ja, vet. Echt ziek, ja. Hè? Hij trilt ook zeker. Nou, het is een stimulator, dus dat geloof ik niet. Heb je een batterij? Stef heeft een... Oh, nee! Oh, nee, ik dacht jij pakt hem. Ja, AA. Ja. Ja, kom op met die batterij. Ja, we hebben deze een tandarts, die kijkt altijd zo even. Mondje open. Maar, we gaan in de tussentijd even naar Milans bericht. Ik heb hem gevonden. Je hebt ook de prijs. Ja, hij is in iets betere staat is hij voor 400 euro verkocht. Die munt? Oh. Ja, voor 400 euro. Zie je wel. Wat? Ja, dit is namelijk een zeer populaire munt. En hij is van de periode 49 tot 48 voor Christus. Zo bro, dit is oud. Dit gaat lang mee. Dit is zilver. Dit is meer dan 2000 jaar oud. Hij is van zilver. Ik niet verkopen. Maar besef even dat toen ze die munt maakten, hadden zij nooit kunnen denken dat wij die munt hier, nu, in deze tijd, vloggend, uit gaan pakken. Met iemand die eerst geen eens kon lezen wat voor munt het was. Nee, dat hadden ze nooit gedacht. Dat denk ik ook niet. Maar besef gewoon dat toen die munten geslagen werden in zilveren. Ja. Die munt is echt zilver. Dat doen ze nu echt niet meer. Nee. Alle euro's en 2 euro's met munten. En ook het briefgeld niet met zilver. Nee. Nee. Ja, het is wel echt heel bijzonder dit. Ja, dit vind ik echt een mooi item. Dat is een mooi zaklamp. Je kijkt ernaar, Stef, alsof je hem herkent. Nee, ik vraag me af. Hij zegt net één batterijtje, maar... Nee, meerdere wel. Even kijken, of moet hij andersom? Ik denk andersom, ja. Ja? Ja. Want nu trilt... Zo! Ja. Ik heb dat een blok vastgehouden. Oh mijn god, heel hard. Zo, die ben niet weg geweest. Even serieus, voor de mensen die het zich afvragen, dit is de speelgoed. Heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Voor 18 plus. Volwassenen. Ja, voor volwassenen. Ja. Speelgoed voor volwassenen. Maar waarom doe je hier het langst over? Qua producten. Ja, omdat ik vind... Oh, je kan zo... Wow, kan je regelen? Echt pijn horen. Voel dan, let op. Zo. Oh ja, hier gaat die kloppen. Hoor. Zo! Ja, maar het is ook een stimulator, dus als het daarmee dit is niet gebeurt... normaal, dit is niet normaal. Ja, als het daarmee niet... voel hoe je? Ja. Let op. Oeh, dit gaat wel heel hard. Ziek, hè? Ja, dit gaat wel heel hard. Ik heb het nog nooit zo hard willen leren kennen. Ik koop hem met batterijen. Hij is al 7 inch. Hebben we allemaal bij... aangeraakt al? Ja, hij is op de grond gevallen. Maar hé, die munt? Ja. Oh, wat is nou vetter? Wat is nou vetter, boys? De munt of de aap? Ja, de munt toch wel. De zaklamp. Nee, ik vind de munt wel echt vet. Ja. Ja. Nee, ja, de munt is vet als hebben ding, maar die kan niet vergelijken, want die aap die wil ik hebben, 250 euro. Nee. Hij verkoopt hem echt niet. Hé, hey, de bil! Zo. De bil. Jeetje, wat is dit, joh? Dat lijkt wel Wall-E. Wall-E, ja. Nou, dat is niet zo interessant. Zo, een pakketje in een pakketje. Zo. Zo. Kijk eens even. 100 Rainforest Fantasy Sticks. Die kan je aansteken. Dragon Blood. Ruikt dat dan? Sorry. Ja, dit zijn allemaal verschillende soorten geurstokjes. Zie je? Ja. Deze is Coco Mango. Hé, hey, kom eens even. Ik heb een cadeautje van onze vriend. Hij is zo hard aan het werk. Maar kijk wat ik voor je heb gevonden. Kijk wat erop staat. Egyptian Sandalwood. Ja. Lekker man. Egyptisch hout. Lekker man, dat is wier ook. Ja. Dankjewel vriend. Hoe ruikt dat? Mag ik ze? Oh, ruikt wel lekker, man. Ja, dit ook? Een beetje te sterk. Ja. Ik zou eentje per keer afsteken. Afsteken? Straks knalt hij nog. Dankjewel, Rien. Alsjeblieft. Ja, zo, dit is denk ik voor jou. Pokémon. Dit gaat over iets met billetjes pamperen. Billetjes pamperen? Oh, babyborn. Weet je nog hoe dat moet? Ja? Ja, ik had al even gespiekt. Er stond nog een papiertje bij wat het is. Is dit echt babyborn? Nou. Ja! Niet één. Kijk dan! Oh. Twee. Kijk, tweeling. Ah, oh, wat zielig dat ze hier een doos hebben gedaan. Ze kijken wel naar elkaar. Ja. Hoezo, ze waren samen. Ik zie het. Hoe vet is dit? Ja, dit zijn vette items hoor. Dit is het. Dit is waarom je zo'n pallet koopt. Ja. Hier, ze hebben zelfs vastgemaakt. Dus het begin verzending. Zodat ze niet te veel hoofdpijn krijgen. Dit is wel echt vet. Nee. Jawel. Mooi. Heel leuk.
Leuk voor de kerst. Ja. Ruimte voor die aap? Nee. Wat kan hier nou in zitten? Kijk hoe dun dit is. Wat zou dit zijn? Een munt. Ja, dat zat ik dus ook weer aan te denken. Ja, kijk dan wat erin zit, man. Zo. Zie je dat? Ja. Nou, dit is niet interessant, want ik had een soort motor. Boys, boys. Wat? We hebben bloed op de speaker, man. Oh my god! Dylan in de house! Hey, 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 hey. Vet, hè? Ja. Gruwelijk. Ja, man. Boy, joh, wat is dit, man? Oh. Dit is van de TikTok live dat je die ei pelt. Ken je dat? Ja. Ja. Waarom kennen we dat allemaal? Ik heb geen idee, bro. Dat is daarvan. Het is om iets schoon te maken, inderdaad. Lijkt op een tool, misschien voor een klok of een horloge. Of... Dat zou kunnen. Oh, misschien is de wijzer van de klok. Ja, dat zou kunnen. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, die hebben meestal maar twee wijzers. Ja, maar daar worden niet veel wijzer van. Van dit. Nee, nee, ik heb geen idee. Dit is ook interessant, hoor. Zo, we hebben wel, zitten wel in de geurtjes. Dit is lavendel. Het is goed voor het slapen. Oh nee, ik heb... Kool! Wow! Myron, weet je wat ziek is? Wat zei oma laatst? Een spreekwoord als je wat magerder bent. Zo slank als een den. Dames en heren. Wow. De den. De den. Dat is toch toevallig? Ja, dat is gewoon een bal. Oma zei zo dun als een den. Zo, dat is wel toevallig. Is dit niet van een film? Dat het van... Den, den. Totaal niet. Ja, er zitten schroeven bij en alles, dus als jij de film ophangen, de den. Dan, dan, dan. Dat elkaar doen. Ja. Vet hoor. Ja, het is wel zwaar. Ik ben wel benieuwd wat er in mijn... Als je fikken brandt. Wow. Jongen, dit is echt handig hoor, ik zweer het je. Ja, dat is, daar is daarvoor. Oh, hij werkt echt! Wow, gast, er komt er veel uit! Oeh, wow! Heel wel cool. Vet, man. Voor je nieuwe ja, voor je keuken. Doe maar weer aan. Vast aan. Ja, nee, vind je gek. Doe maar aan. Ja, doe maar aan. Ja. Vet. Doe maar even voor je nieuwe huis, voor je keuken. Ja, ja. Myron. Zo, is dit een goed spel? Pokémon? Zo! Ja, die is wel gaaf, man. Ja, zodra je Pokémon hoort, dan sla je gelijk aan, hè? Ja, mooi, hè? Ja, heel fijn. Hey, weet je waar ik... Dit is toch heel dom, maar weet je waar ik hier aan je dacht? Van nieuwe huis voor je fornuis. Maar je kookt natuurlijk elektrisch. Ik heb inductie. Dat is super dom. Ja. Wat wil je dan in de fik steken ook? Ja. Misschien mijn riet of zo. Maar... Kaarsjes. Ah, oh, dat is wel handig. Normaal aansteken. Ja. Nou, kijk eens hier even. Oh, sorry. Zo, we gaan dus even een dikke doen. Dikke knoepert. Kijk, wat ik heel vaak doe, dit is wel een handige techniek hoor. Kijk. Het is echt gewoon een vierkantje. Zie je? Oh ja. En dan? Kijk, hou je de deksel eraf. Zie je? Kijk, zit er nog in. Zo, wat is dit? Oh! Bro, dit is gaaf, dit is gaaf, dit is gaaf. Oh, snel, word niet te heet. Bro, dit is echt gaaf. Koel af, koel af. Nee, serieus. Ja, wat is dat? Oh, kijk ja. Dan. Oh, modelautootjes. Heel vet. Dat is heel die mooi. Die is wel dik, ja. Zo, oh, dit is de Shelby ja. GT350R Street Fighter. Wow, wat is dit dan? Dat is ook een auto. Wow, dit is dik, hoor. Ik denk dat dit een prijs... Hier, dit is de... een van... wing... Dat is hoe die start. Ik had kortsluiting. Ja. Ja, dit is start nog op de oude manier. Dus je hebt altijd die wing, wing, wing. Nee, maar dit is de, een van de eerste keren van deze aflevering dat ik denk, wat is het waard? Oh, oh, oh. Wat? Eén van de 700. Serieus? Dat is fijn. Eén van de 534. Dat bedoel ik, bro. Dit zijn dat limited edition, fijner. Man. Ja. Dat nee, bro, maakt de prijs. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Nee. Doe normaal. Wel zo vet, man. Kijk die details. Kijk, zie je. Dit is niet normaal. Dit heel is erg waar. Ik heb geen telefoon. Je zit aan de airbag is al gegaan. Zie je dat? Ja. Zo. Misschien gaat dit wel het duurste item worden, hoor. Dit is misschien wel duurder dan 400 euro. Bij elkaar dan, hè. Ik denk eerlijk gezegd dat het bij elkaar misschien wel 500 euro is. Misschien wel meer, denk ik. Wat is dit dan? Moet je dit jurkje eens ruiken? Het ruikt gewoon. Echt, nee, serieus. Het ruikt heel fris. Ja.
Ja, maar op een of andere manier, jij duikte echt vol in. Ah, was wel leuk ingepakt. Ja, gewassen. Thank you for your order. Ja, het is wel gewoon goed nieuw. Wat hebben wij hier? Zo, interessant uit. Dit is ook wel heel oud. Wow, dit is een lens. Dit lijkt wel een lens. Ja, bro. Ja, dit is een lens. Zo. Japan staat erop. Zo, dit is een hele oude lens. Ook gewoon in dit tasje. Heel vet. Zo, moet je dit ruiken. Hij ruikt zelf ook altijd overal aan, hoor. Ja, dit ruikt naar een kerk. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Zo, dit is echt heel oud. Wow, heel, heel bijzonder. Ja, echt apart, man. Ja. Deze is 110. 110? Ja. Oh, dat valt er nog mee eigenlijk. Dat vind ik als nog wel duur, maar... Hey! Tandenborstel. Ha. Zo, dat is geen verkeerde. Geen goedkope. Nee. Nice. Hey! Vishaakjes. Dat is toevallig. Dat is toevallig, hè? Dat is toevallig. We zitten hier aan het water. Dat is toevallig. Kijk eens eventjes hoe zakelijk ik te werk ga. Wow. Zijn dus echt mensen die zo naar hun werk gaan, hè? Zeker. Die vertrouw ik nooit. En dan zo komen. Zo, you wanna make a deal? En dan helemaal vol geld. Is mij nog nooit gebeurd. Mij nog nooit overkomen. Deze 145. Wat? Die kleinere is duurder dan die grotere. Ja. Nou, bij elkaar is het dan toch een 260 euro. Ja. Zo. Goeie items, man. Mooie items. Ja, zeker. Zo, maar nu ben ik wel benieuwd naar die lens, hé. Wil je die opzoeken? Oh jeetje, wat is dat dan? Een hele oude lens. De Kora Japan. Ik heb twee, hoe heet dat, kniptangen? Nijptangen. Knijptangen? Nee, nee. Oh. Ik hou zo met deze man. Eigenlijk bijna iedereen wil weten dat het een nijptang is. Ik heb geen idee. Ja, ik heb ook geen idee. Ik dacht een knijptang. Ja, want je knijpt er toch in? Ja, maar ja, en dan zegt die tang. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Dat dacht ik, knijptang. Nee, maar als jij zegt nijptang, dat is prima. Ja. Maar dan, nijptangen. Twee stuks. We zijn er al bijna doorheen, hè? Ja, gaat snel. We gaan echt hard. 140. 140 euro? Zo. Maar er was al een keer die 200 proberen te verkopen. Maar 140. 140. Oké. Okay. Nou, dat vind ik nog best wel een mooi prijsje. Ja, voor zo'n oude lens? Ja, zo'n oude lens. Is gewoon antiek dan. Ja, dat is niet voor de next big vlogger. Zo, hoe je dat ook zegt, broer. The next big vlogger. The next big vlogger, ja. Zo, non de ju. Ongelooflijk. Dit is wel een dikke velg. Dit zijn vier velgen. Zo, in één doos. Ja, vier velgen. Zo. 15 inch voor je dikke bus. Wauw. Kijk hoe sick. Dat is toch lijp? Dat is echt lijp. Ze waren 23 euro. Klopt het echt? Ik denk het wel. 23 euro voor vier wieldap. Hij schat. Oeh, hij lieve. Moet je nog wieldap, man? Ik ga de vakantie. Oh, ja, met de bus toch? Dan moet je wel wieldap, man. Dan moet je niet vergeten, wieldap. Dat is verplicht in Italië, hè, wieldap. Wow, dit vinden we allemaal mooi. Wow. Ja hoor. Oh. Dit is echt vet. Bluetooth, je legt je telefoon hierop. Hij gaat draadloos verbinden met die speaker. Je klikt op play, al je favoriete muziek. En hij laat op. En hij laat op. En hij geeft licht. Verkocht. Aan mezelf, de heer Knol. Ja, dat vind ik echt goeie. Dit is gaaf, in de badkamer, een nieuwe box. Heel. Ja, nice. Dik hoor. Wow! Echt gaaf, kijk dan. Sick! Yes! Nice! Ligt er nog wat onder? Zo! Hey, wat heb ik hier, wat kapot is? Nee, maat. Maak je nee, het net kapot? Nee, dat maak ik niet kapot. Het was al kapot. Aan. Nee, ik maak het niet kapot. Okay, ik geloof het. Nee, ik maak het niet. Maar dit is wel moeilijk draaien zo. Die plaat. Dat is wel moeilijk draaien. Alsof hij het echt een keer getest heeft al. Om zo'n kapotte plaat te draaien. Ja, nee, dat geloof ik meteen. Ik ben geen DJ, maar ik geloof inderdaad dat het moeilijk... Ja, of de vorige DJ heeft die plaat letterlijk kapot gedraaid. Ja, dat kan, ja, dat het zo'n goed nummer is. Ja, dat kan ook, dat kan, ja. Milan, zo, wat heb jij daar, jongen? Wat heb jij nou? Ik heb over DJ gesproken, man. Ik heb een hele set mee. En een koffer met geld, een deal. Nee. Dit is mijn DJ set. Nee, hè? Ja, joh. Wil je weten wat hierin zit? Dit is wel vet, hoor. Kijk, Zilla Records is het ook. Dus ja, dat is van... Zilla. Hoe gaat dit open? Opbouwkosten, hè? Moet je ook betalen altijd. Ah, wow. Zo. Kijk dan. Oh.
Oh, wat doe jij nou? Wat? Ai. Even Apeldoorn bellen hoor, bij deze. Wat een rare koffer. Zo wel, ja. Weet je wat echt super toevallig is? Ik had dus een verhuisdoos. Ik was aan het verhuizen. Ja. Ik deed daar platen in. En in plaats van rechtop deed ik die platen bovenop elkaar. Ja. Nooit doen, gaan ze breken. Mm-hmm. En dit is serieus een vinyl koffer voor platen. Ja, klopt. Ja. Ja, maar dit werkt, dit is niet normaal. Dit is niet dit is niet, nee, dit is niet mijn schuld. Ik vind het wel een raar systeem, ja. Ja. Nee, nu is hij goed. Ja. Maar dit hier, maar zolang je hem laat hangen. Nee, maar je moet ook niet dat extra, kijk, maar, zie je dit? Kijk naar mijn hand. Ja. Niet doen. Dat doe jij, jij doet. Ja. Dat moet je niet doen. Dan, maar die koffer hoort toch gewoon. Nee, met dat handje, dat moet je niet doen. Kijk, want als je nou dit doet, laat hem gewoon rustig hangen. Als hij in zijn scharnier zit. Maar dat is het hele probleem van dit ding. Dit ding, die scharnieren, die... Kijk, zie je? Niks aan. En doe eens dat handje. Zie je? Dat bedoel ik. En dat moet je dus niet doen. Is een kutdoos. Niet doen. Dit is een kutdoos. Nee. Jawel. Nee. Maar hey, we gaan van een flutdoos naar kleine doosjes. Kijk eens aan. Zo, wat zit hier allemaal in, man. Wow. Oh, wat is dit? Dit is... Oh, voor een kerstdorp. Ik heb thuis een kerstdorp. Nou. We gaan eens even kijken wat hier allemaal in zit. Ik denk dat dit een soort standbeeld gaat worden. Dit moeten we even goed bij elkaar bewaren. Dus die hoort bij die. Wat hebben we hier? Ja. Ja, dit is een dorp. Dit is het. Dit is een heel dorp. Je hebt gelijk. Ik denk dat dit een game set is. Van game poppetjes. Ja. Gaan we voor bijvoorbeeld World of Warcraft poppetjes. Dit is een heel dorp. Ik denk dat echt. Dit moeten we goed bij elkaar bewaren hoor. Hier is het andere dorp. Zo, kijk een boomhut. Ja. Wordt die hierin? Dit is wel sick hoor. Wordt die hierin? Dit is wel echt magisch gemaakt. Even serieus. Hoort dat daarin? Nee. Nee, maar gaan we dit allemaal uitpakken? Ja, we hebben het al bijna gedaan. Dit is zo moeilijk. Dit is echt... Ik ben dus een keer gezakt voor, ik moest een test doen of ik buschauffeur kon worden. En dan gaan ze een test doen of je dus inzicht hebt in vormen. Ik heb totaal geen inzicht in vormen. Hoezo moest je dat? Ja, dat is een soort test. Dan gaan ze kijken of je dus snel inzicht hebt, zeg maar, in bepaalde dingen. En ik was gezakt voor alles. Dan belden ze me op. Ah, Rutger, heb je een grapje gemaakt? Want je hoort, weet wel, een cirkel in een rondje moet. Ja, dat was even overdreven. Maar goed. Oh. Ik begrijp het niet zo. Ik kan hier gewoon echt een halve dag over doen. Ja, nou, ik ook, denk ik. Snap je? Ja. Nee, maar hier was ik dus echt bang voor. De allerlaatste doos, dames en heren. Wat is dit? Huh? Wat is een slee? Nee. Ja, ik dacht ook een slee. Ja, dat dacht ik ook. Weet je wat ik denk dat het is? Van een scooter. Ja, of kappen van een quad. Een quad. Een quad, ja. Zo'n kinderquad. Zo'n kinderquad. Ja, quad. Zo. Dit is een quad. Ja. Kijk, de achterkant voorkant. Ja, van de quad. Ja, dat zou best kunnen. Ik denk dat het een goede gok is. Wow, dat je dat... Oh, ja. Dat is echt een schone zaak. Jij kan buschauffeur worden dan. Nee, maar ik vind het ook zo raar, want waarom zou het buschauffeur door de hoepel moeten rijden? Het is echt waar. Je moet dus, hoe noem je dat? Stef, hoe noem je dat? Wat? Dat inzicht wat ik niet had. Eigenlijk IQ. Alles. IQ, ja. Nee, hoe noem je dat? Waarvoor ik gezakt was bij buschauffeur. Hoe zou Stef dat ook weten? Wat? Ruimtelijk inzicht. Heb ik niet. Ik kan een kamer binnenlopen en dan denken, wat is dit voor gekke ruimte? En totaal geen inzicht in hebben waar ik heen moet. En gewoon uren in die kamer lopen. Ook alleen maar rondjes. Maar jij weet dat jij kan ook soms de deur niet vinden. Nee, heb ik heel lang gehad. Inmiddels weet ik hoe de deur eruit ziet. Ik moet die kant op. Dus jij stapt ook heel vaak achterin bij de auto. Ik heb wat gehad dat ik al een uur achterin zat. Broer, ik heb een opbank. Oh ja, fantastisch.
Ja, dat heb ik dus. Weet je wat fijn is? Dat er gewoon altijd mensen zijn die hetzelfde hebben. Dus je bent niet alleen. Nee. Je bent niet alleen. Ja, gelukkig. Ben je wel eens op een keer het huis heen gewandeld? Nee. Dat het zou kunnen. Ja, nee, gelukkig. Nee, maar dat is geen probleem natuurlijk. Nee, want dat soort mensen moeten er ook zijn. En die kunnen op zich ook nog wel ver komen, toch? Ja, nee, dat zie je maar weer. Ja. Toch je eigen bedrijf opgebouwd. Het heeft wel lang geduurd, hoor. Ja. 43 jaar. Je was vanaf je geboorte al bezig met je bedrijf. Ook kon die uitgang ook niet vinden toen. Zullen we hierbij laten? Ja. Dames en heren, dit was dus de laatste keer eBay vlog in de vlog. Dus binnenkort wordt eBay extra video. Dat is het. Ik hoop dat jullie hebben genoten wel. Het was echt lachen. Het ging even wat sneller, omdat we nu dus niet elke keer de prijs gingen opzoeken van elk product. Maar een paar. Maar uiteindelijk, genoten. Zeker. Mooie, bijzondere en misschien, nou dat weten we eigenlijk zeker, de munt. Zeldzame items. Ja, zeer kostbaar. Zeer kostbaar. En dan is het nu tijd om hier bij de nieuwe woning eventjes te gaan kijken bij de levering van de keuken. Waar ik ontzettend hyped voor ben. Ik zie allemaal al nieuwe materialen hierin staan in de werkkamer. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Als het goed is, is iedereen er al vandoor. Want het is einde van de dag. We hebben lang in de file ook gestaan van Alphen aan de Rijn naar huis. Maar goed, de helft van het plafond hier is al qua voorwerk gedaan, lijkt het. En zijn dit dan allemaal onderdelen van de keuken? Ja, van deze keuken. Ah, kijk eens aan. Ja. Dus onderdelen van de keuken hier in de werkkamer. Dus dit allemaal wordt natuurlijk uitgepakt en dan daar tegen de muur geplaatst. Kijk, dat wordt hier gemonteerd. Dus dat is een klein keukentje. Dat is echt super nice. Heel erg blij mee. Ja, dat is een zwarte keuken, hè? Kijk. Ja, klopt. Die is eigenlijk hetzelfde als de studio. Ja, dat kan je al zien. Hetzelfde als de studio. Oh, maar hebben ze dan ook de keuken geleverd van de studio nu? Want dan zou die in de studio moeten zijn. Oh nee, die zit er al in. Ik wou net zeggen. Oh my god, wow. Die zit er al in inderdaad. Nou, hier zie je allemaal tekeningen op de grond. Ik zie ook tekeningen van de garage. Maar wat is dit? De koelkast? Ja, ik denk het wel. Ja, denk het wel, ja. En aan de andere kant zit de deur. Kijk, hier heb je radiator. Nice. Hoppa. Top. Kijk, dit is het blad. Kijk, hier zie je het. Dat is hetzelfde dus als de studio. Oh ja, inderdaad. Zie je dat? Ja, supermooi. Het is echt een mooi blad. Ja, heel nice. Maar dan gaan we nu naar de grote. De grote keuken. En je hoort nog blazers boven, want ze zijn allemaal hitte hier aan het verspreiden. Of tenminste, ze zijn warmte aan het blazen, zodat het kan drogen voor de stucadoors. Oh, dat is hier beneden aan de gang. Zo, deze is dood afgestuurd. Ja, inderdaad. Het ziet er echt nice uit zo. En uiteindelijk als hier dat raam in komt, dat dakraam, of hoe je dat ook noemt verder. Wow, dat wordt super mooi. Oh, kijk dan. Ja, dit is gaaf, hè. Heel erg dik. Zo. Ja, het is zo mooi. Dit is de achterwand. Dat is echt dik. Heel fijn. Hier word je blij van, hè? Hier word ik echt blij van. Deze super gaaf. Echt clean. Yes! Ik denk dat dat de koelkast en de vriezer is. Zo, dat denk ik ook. Wat een unit, hè? Oh. Nou, hier zie je ook weer blad. Ja, dit is voor de... weet ik niet. Hier ook weer blad. Zo, dat is ook zwaar, hè? Dat is niet normaal. Deze twee. Ja, ook allemaal, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, het zit allemaal nog in verpakking. Maar ja, ze hebben het nu echt... ja, het is allemaal heel zwaar. Ze hebben het nu allemaal neergezet. En het wordt dus komende dagen... Morgen gaan ze daarmee bezig, wordt het gemonteerd. Dit zijn wat kastjes. Of dit zijn laadjes lijkt het wel. Want je ziet ook die lijnen. Die schuiflijnen. Ja. Dus misschien zijn dat wel laadjes. Echt nice. Zo, nu is alles ook wit hier, hè. Dat is echt fijn. Yep, heel fijn om te zien, ja. Ja, en hier ook. Hier moesten ze vorige week nog dit stukje doen. Hier zit nu ook het glas. Ja, dat is echt dik. Fijn dat hier dan ook weer licht vandaan komt. En dan daar en dan zo en dan straks vanaf het plafond. Zeker weten. En hebben we hier spotjes ook. Ja. Yes! Clean. Ziet er super nice uit. Ja, kijk. Oh, kijk dit ook. Dit kan gewoon open worden gezet zo. Oh, inderdaad. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, twee kanten denk ik. Ik denk zo kantelen en zeg maar helemaal wijd. Oh, wat? Want hij is dus nu gekanteld. Want hij is dus een beetje open. Zie je? En het lijkt me als deze dicht zit, dat je hier zo met die hendel, dat je hem dan zeg maar naar de zijkant kan doen en dan open. Oh, dat zou heel ziek zijn. Dat weet ik niet hoor. Dan heb je twee deuren. Ja, dan heb je twee in één. Dat gok ik maar gewoon. Maar als dat dan de koelkast en vriezer zijn, wat zijn dan die twee grote? Hoge witte kasten. Hier die hoge witte kasten. Ja, kijk hier. Kun je het hier al zien? Ja, dat is de achterkant. Oh ja, nice. Ja, echt toppie. Nice. Dit is echt nice. Juist. Ja, yeah!
Heel erg dik. Nou goed, laat die installatie maar beginnen, dames en heren. Ja. Morgen. Dus we gaan jullie daar updates over geven. Ja, nou, hier staat die blazer dus aan. Heel gek om deze trap nu in één keer te gebruiken. Zo, hier is het ook lekker warm, hè? Oh, hier is het wel echt heel warm. Ja, dat is de bedoeling. Lekker hoor. We gaan nog eventjes naar boven. Daar zijn we al eventjes niet geweest. Oh, het ziet er allemaal mooi strak uit, hè? Zeker. Daar hebben ze wel echt enorm gelijk in gehad. Dat als de stucadoors eenmaal aan de gang zijn gegaan en die hebben het zo goed als af, want je ziet hier nu nog aan de zijkanten en hier op het plafond dat het zo'n ander beeld in één keer geeft. Ja. Heel erg fijn. Nog twee stukjes. Yep. Ja, daar hebben we die koog. Zo ontzettend mooi. Oeh, inderdaad. Hebben ze die nou serieus al? Ja, deze zit gewoon vast. Gaat die zo hoog worden? Nee, dat lijkt me niet. Dat hoop ik niet. Dat je hier zo dingen in. Ja, dat je hier was in gooit. Dat het een spelletje wordt. Dat je dan daar in bed ligt. En dat je dan zo gooiend zo je t-shirt en je onderbroek. Maar hij zit al wel vastgeschroefd, lijkt het. Ja. Dus het ziet er nou uit. Dan heb je ook een knik erin. Ja, ik weet ook niet wat het idee erachter is zo. Ik dacht van een gat in de grond. Ja, ik weet het ook niet. Ja, misschien is dat te gevaarlijk of zo. Oh, kijk. Deze zit er los op. Deze dan waarschijnlijk mee. Ik heb geen idee, we zullen het wel horen. Vaag. Oké. Okay. Nou, en dan de badkamer en zo, dat moet nog allemaal begonnen worden. Ja. Maar stap voor stap. Oh ja, ik kan nog wel eventjes naar buiten lopen. Naar de tuin. En dan in de tuin kan ik jullie even een beeld geven. En dan ben ik benieuwd of jullie het doorhebben. Als ik dit zo film, dan ben ik heel erg benieuwd of jullie het doorhebben. Zo, dat was precies een vlieg even voor de camera. Maar goed, dan hebben we het natuurlijk over de ramen. Alle ramen zitten er in één keer in. Hoe sick is dat? Eerst zat er namelijk van dat soort van plastic. Niet dat doorzichtige, maar dat plastic om het dicht te maken, zeg maar. Zodat alle warmte ook binnen bleef. Zodat het ging drogen. Maar ja, nu zit er dus overal glas in. Super nice. Volgens mij is het nog niet het definitieve glas, maar is het tijdelijk. Maar het zit er wel in en het geeft al wel een beetje een plaatje van hoe het kan zijn. Was je ook kwijt? Ja, het glas. Het geeft een beetje een plaatje van hoe het wordt. Zeker. Is fijn, hè? Ja, dat is echt nice. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Dus het gaat weer allemaal lekker door, dames en heren. Ja. Oh, wat fijn. Super, super, super fijn. Heel erg dik. Ja, het gaat nu allemaal weer veranderen. Kijk, je ziet de bomen daar alweer. Die blaadjes die gaan alweer vallen. Ja, de herfst komt eraan. Dus binnenkort zullen de bomen wel weer even kaal worden in de tuin. Maar voor de rest, kijk, hier heb je dus dat raam. Wat dus open zit. En hopelijk ook die andere kant dan op kan gaan. Ik ben benieuwd. Wow, en hier zit gewoon al een deur. Oh, sick. Inderdaad. Onzichtbaar. Ja, het is de onzichtbare hendel. Ja, vet. Ja, heel nice. Ja, die garage, daar heb ik zoveel zin in ook. Zo, ze zijn echt ziek aan het zagen geweest. Moet je kijken, joh. Wow, yo. Echt een beetje van het zaagsel voor zo'n konijnenhok of zo lijkt het wel. Nou, nice. Zo, hier is het al clean, hè? Ja, vet. Heel clean. Wow, trappie. Wow. Kijk dan, je liep toch gewoon voorbij? Huh? Ik keek gewoon naar die deur. Wow, zo, we gaan weer van. Oh, zo, het klonk niet heel stevig. Het is gewoon de eerste keer dat we hierin staan. Ja, oh, dat is echt de eerste keer dat we hierin staan, ja. Wow, dat is echt groot nog. Ja, dat is echt groot. Holy shit, vet. Heel nice dit. Hallo! Hallo! Nice! Heel fijn. Hoppakee! Trapleuning erbij, ideaal. Nice hoor! Heerlijk om er even doorheen te lopen zo. Toppie. Thuiskomen en dan al die pompoenen zo lekker mooi te zien staan. Kijk eens even. Mooie pompoentjes. En de grote pompoen. Deze heeft... Kijk hoe mooi dit erbij staat. Wow. Dat licht ook wat er even op komt schijnen. Kijk dan. Wat een shot. Echt een mooie pompoen dit. Ja, jij bent heel mooi. Binnenkort de carving video. Dat wordt wel echt lachen. We moeten alleen nog even zo'n setje bestellen. Dat ga ik straks eventjes doen. Zo'n carving set, weet je wel. Dus heb je zo'n mesje om te snijden. Dan heb je een lepel om uit te hollen. Allemaal van die pumpkin tools. Zo, dames en heren. Ik heb even lekker avond gegeten. En nu ga ik lekker in de studio zitten. Het is tijd voor een heerlijke livestream. Daar heb ik ook echt super veel zin in. Dus ik doe de deur even dicht. Dan hoort Maya me niet zoveel schreeuwen. Ik heb al lekker muziekje aangezet. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb echt een super mooie setup. Voor de mensen die nog nooit bij mijn stream zijn geweest. Het is wel echt serieus heel gezellig. Hartstikke leuk. Kijk, ik heb hier mijn camera klaarstaan. Ik heb hier een mooi bordje. Knolpower.nl. Livestream gaat bijna beginnen. Let's go!
Zo, dames en heren, dat was hem dan. De livestream die ik heb gedaan. Er liggen hier nog een paar Pokémon-pakjes op de grond. Het is even een beetje een chaosje. Maar gaat helemaal goed komen. Ik ga de studio afsluiten en de vlog afsluiten. En dan ga ik lekker slapen. Morgen gaan we weer naar de nieuwe woning. Gaan we een update geven over de keuken. Dan wordt die ook al voor een gedeelte gemonteerd. Ik ben benieuwd hoe ver ze morgen komen. Maar dat gaan jullie zien. Ik zie jullie dus heel graag morgen. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke... vette. Peace.